Start recording. Hi YouTube, daar zijn we weer! Ik heb heel eventjes een paar lesjes moeten leren aan onze goede vriend Robin. En ja, we gaan richting de Pokémon League. Mag ik nu zeggen hi YouTube? Nee. Oh, oké. Okay. Niemand zit erop te wachten. Joh, ga je gang. Hi Fairy Tail! Hallo. Smikkeltje, Meertje, Spika. Ik koop nu Five Nights at Zebies. Five Nights at Zebies. Nee. Waarom niet? Five Nights at Zebies. Dat hoeft niet gelijk dan een horror game te zijn of zo. Fairy Tail, dan verlies ik meteen. Ja, ik hoef maar één Pokémon in te zetten en je hebt al verloren. En daar niet alleen, het gaat over Eevee-kennis. En ik weet bijna niks over Eevee. Schavuit! Hey! Ja, zegt u het eens. Weet jij wel niet wat jij net gedaan hebt, jongetje? Surf gebruikt? Jij hebt je eerste stap in Kanto gezet! Yay! Miauw! Gebruik je map, kijk! Oké. Meertje, sinds wanneer is Zeep zo gemeen? Nou, dat is hij altijd al geweest. Ik ben nooit gemeen. Kom je erbij? Hé, kijk, Legendary Pokémon. Hij doet het niet voor zijn kijkertjes gemeen zijn, hij doet het tegen mij. Ja, maar tegen jou mag ik het. Alleen dat vind ik wel grappig, hij zegt dus van kijk op je map. En ik kijk op mijn map en dan zie je hier, zie je dus... dat we in Kanto zitten, want hier heb je Johto en hier heb je Kanto. Nou ja, Kanto is wel heel erg klein vergeleken dan, maar oké. Maar echt gewoon de manier waarop dat hij het zegt. Weet jij wel niet wat je gedaan hebt, jongetje? Ach, Wilton die belt. Zeg het eens, Wilton. Goedemiddag. Tsap. Dus Wilton, gaat-ie. Hey, wist je dat mijn Venonat heel erg goed gegroeid is? En mijn fishing skills zijn ook beter geworden. Ik heb het geleerd van een gast met een Magikarp. Ga daar nu mee. Maar goed, een tijdje geleden, dan denk ik van... Ja, ik had ook nog een Mawile gevangen. Weet je wel, een Mawile. Terwijl ik aan het vissen was. Hoe gek is dat? Vertel mij maar. Dat ding was groot. Maar goed, later. Dankjewel, Wilton. Dat was zinloos, belletje. Dat was zinloos. Maar goed. Tojo Falls. Nou hoop ik wel... Volgens mij had ik Bibarel al waterval geleerd. Nee, die kent alleen maar Whirlpool. Whirlpool heb je hier geloof ik niet nodig. Nee, maar wel waterval. Ja, dat wel. En die had ik nog niet geleerd. Nope. Er is wel weer een hele sterke aanval om die te leren bijvoorbeeld aan een Gyarados. Zeker. Volgens mij was Gyarados juist een fysieke aanvaller. Geloof het wel. Nou, vraag het Erik. Zeep, je mag niet gemeen zijn. Je moet een goed voorbeeld geven aan je kijkertjes. Ik geef het goede voorbeeld aan mijn kijkers. Altijd zo vriendelijk mogelijk zijn. Behalve tegen moderators, dat hoeft niet. Hij doet het altijd na de stream gemeen zijn. Nee, dan ben ik altijd hartstikke vriendelijk. Dat is het nadeel. Oh ja, joh? Ja. Oh. Ik weet niet meer waar hebben we het over. Ik merk er anders niks van. Wat ben ik aan het tekenen? Ik ben met een spel... Ik ben niet aan het tekenen. Miltank! Oh, nee. Sterf! Eerste Pokémon die we tegenkomen, dit is een Miltank. Ja, dat... Maar weet je waarom dat komt? Gyarados is toch een water-flying type? Heel goed, Robin! Nou, dan is het een type voor... of een keer 4 type advantage. Echt waar? Ja, ik weet wat over een Eevee. Hey. Nee, je weet iets over een stroomaanval tegen een Gyarados. Ik denk ik ben een keertje goed bezig. Is het weer niet zo? Oké, prima. Laat ik het je dan zo vragen. Op welk level leert Jolteon tegenwoordig donderschok? Niet opzoeken.
Ik heb het al een paar keer in de livestream gezegd. Gaat hij toch opzoeken, hè? Level 5. Nee, dat leert hij in dit spel. Ik zei tegenwoordig. Level 20. Nee, tegenwoordig is level 9. Oh. Kom nou, het is Donderschok. Donderschok leer je niet op level 20. Dan zou je het in de bol moeten leren, op zijn minst. Ja, ik ga vissen. Echt, ik krijg geen hoofdpijn van. Ik zei, ik wil vissen. We zijn nog steeds niet onze eerste Magikarp tegengekomen. Ik ben verdrietig. Kom op. Oké, okay, wat hebben we? Ja, Fairy Tail. Een Magmar in het water. Oh, wacht, trouwens zo, ja. De... Ik wil een Magikarp. Als ik Flying Type ben, dan zie ik het ook niet meer zitten. Waar ben jij? Ben jij een Water Flying Type? Ja, het zegt Fairy Tail. Ja, Robin is Water Flying Type. Het is een compliment. Ha! Slowpoke! Maar dat, die kun je vangen met een vishengel. Maar ik ben een Fire-type trainer. Nee, ja, je bent een Fire-type trainer. Maar dat wil niet zeggen dat jij dan zelf een Fire-type bent. Ja, maar dat wil ik wel. Ja, maar dat maakt ons niet uit wat jij wil. Oh, nou oké, dan. Water Buttface. Ach, kijk nou toch eens, het heeft een Crobat. Op level 32. Dat is eigenlijk best wel gevaarlijk om dat met Leafeon te gaan doen. Ja. Yolowit, return. Oeh, erg kutter. Nou ja, dat is een fysieke aanval en we hebben best een hoge defense, maar dit doet... Oh, critical hit. Dat is niet zo goed. Nee. Oké, okay, ik doe wel heel eventjes een sweetig swap. Frostwater, ga jij maar. Ik wil wel een vuurtype zijn, want ik ben een vuurtype trainer. En dan zou je zelf een vuurtype willen zijn. Ja. Juist. Jij wilt toch ook soms wel een U zijn? Of een evolutie? Nee. Oh, nee? Oh, ik ben een trainer. Nou, ik zou zelf... als ik inderdaad een Pokémon zou zijn... Ja... En dan wordt gevraagd van wat zou jij liever willen worden? Ja, als jij een Pokémon was, welke Pokémon zou jij dan zijn? Ja, dan zou ik een Eevee zijn. Heel simpel. Dus. Daarom zou ik meteen voor Typhlosion kiezen als ik een Pokémon mocht zijn. Nee, maar dan kan ik namelijk nog altijd kiezen van, goh, welke kant wil ik op? Dus gewoon begin als Eevee en... Ja, dan moet je wel een trainer vinden die toevallig een Stone heeft. Ja, of ik vind ze zelf, hè, want vergeet niet, begin wild. Ja, oké. Okay. En alles is mogelijk. Ik wil een draakvuur- en vuurtype zijn, want dat zijn mijn favoriete Pokémon en die vallen onder de types. Is er al een draakvuurtype? Jawel. De legendary Pokémon van Black and White, generatie 5, die witte draak. Van alle Pokémon zou ik dus echt geen Legendary willen zijn. Dat lijkt me zo saai. Ja, dan ben je de enigste van je soort. Plus mensen die constant achter je aan zitten omdat je zo... Ja. Oh, kijk nou toch eens. Hij verandert in het vuurtype. Surf. Het is fijn dat Castform daar even gebruikt. Een ijstype. Eigenlijk is het wel grappig hoe dat ik bij wijze van spreken bijna een top 10 video zou kunnen maken over favoriete evoluties. Omdat er zijn er 8 plus Eevee zelf is 9. Ja. Dus je zou een top 9 al kunnen maken. Hopelijk komt er een Poison type Eevee, want dan kan er een top 10 getoond worden. Ja, maar dan is natuurlijk de vraag van, ja, wie staat er dan op die 10e plaats?
Want dat is dan je minst favoriete evolutie. En dat vind ik hard. Ja, maar het is dan niet meteen dat het je minst favoriet is, maar... Jawel, dat is team! Er is niks lager! Ja, het is degene die je het minst gebruikt. Nee, mijn minst favoriet. Oh. Want dan is het namelijk de top 10 favoriete evoluties. Nou, dan zou ik kiezen voor Flareon op nummer 1. Goh, hoe zou dat nou komen? Jij bent geen Eevee trainer. Ik kan daar geen lijstje van maken, omdat ik dan iemand op de laatste plaats moet zetten. Oké, dan kies ik voor Typhlosion, hè. Ik kan het gewoon niet... Ik zou dat niet kunnen. Ik zou echt geen Eevee op de laatste plaats kunnen zetten. Dat vind ik zielig. Ik bedoel, zoals je daar half nou in beeld, half... Ik zal mijn camera een klein tikje draaien, zodat je ze een beetje kan zien. Als ik daar nou eentje voor moet kiezen van... Jij bent de lelijkste, of jij bent mijn minst favoriet... Hoezo heb jij ook een Leafeon? Because... Life. Hier heb ik problemen mee. Hallo, de Brafan. Oh, dus hier is het nou droog op het moment. En het is Leafeon versus Leafeon. Epic fight. Maar als ik een lijstje zou hebben... Nou ja, jullie weten mijn top 2 al. Want mijn nummer 1 favoriete Pokémon is Shiddell. Met Charizard en Sceptile. Ja, Sceptile is grasdiep. Dus die telt niet meer met... die telt niet mee. Zij ik top 5. En daarna Robin. Komt Arcanine, daarna Dragonite en de. Robin, ja. We hebben het over evoluties. Ja, maar ik lees over Fairy Tail. Oh. Maar we hebben het over Fairy Tail, we hebben het over evoluties. Nee. Lekker doorgaan, jongens. Oh. Ja, onweer. Waar dan? Ik bedoel. Onweer, dat zou niet meer komen in verband met het meeste hebben we nou gehad. Ja, misschien in het zuiden. Ja, toch in België inderdaad. Misschien in het oosten. Vind je niet, alles is mogelijk. Oké, blijkbaar is het bij de Brafan heel erg hard aan het onweren. Probeer er mooie shots van te maken. Maar doe het wel voorzichtig. Gewoon binnen zijn huis. Oh, in het noorden. In het noorden. Kan wel heel even kijken. Even kijken. Ik zie daar alleen maar een heel dun plukje. Er wordt absoluut geen onweer weggegeven nu. Wacht in het noorden. Oh, wacht in het noorden van België misschien? Dat zou kunnen. Want daar zie ik inderdaad wel dat er ergens een plukje onweer zit, maar... En als hij dan net op dat plukje woont? Ja, dan zit hij inderdaad in een onweer. Maar goed, we hebben hier weer random encounters tegen te komen, dus daar heb ik nou even zin in. Yep. Ik bedoel, het was Leafeon tegen Leafeon, dat was wel grappig. Wie wonder, Leafeon. In Nederland? Serieus? Nou, ik zie alleen maar dat er in het noorden een klein beetje regen valt op het moment, maar... Dan is Bioradar een beetje aan het... een beetje terecht kwijt. Of de Brafan, die zit gewoon te kletsen. Dat kan ook, maar... Oh, 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 oh. Storing! Ja. Moment jongens, we hebben een technisch mankement. De glitch. Yep. Ah. Missing No is weer teruggekomen. Missing No.
What? Oké, okay, nou begint het hier ook al te rommelen. Hier? Ja, hier. Ik hoor niks hoor. Oh nee, dat is de buurman, die heeft muziek aangezet. Oh ja, yeah. Oh. Maar goed, in ieder geval eventjes kijken of de glitch weer weg is, dan kunnen we weer verder. Dat zal wel fijn zijn. Ik wil de goede... Daar. Here we go. Goed zo. Oké, okay, dus we kwamen een rode mogel tegen. Ah, waarom nou? Dit is al de tweede plek waar we je tegenkomen. Geen wonder dat die ene gast ook een Leafeon had. Oh, nog een Leafeon? Ja, we hebben weer een plek gevonden waar Leafeons te vinden zijn. Oh, nice. Oh, en weer een legendary Cresselia, of hoe dat je het ook uitscheldt. Oh, hey Erik. Hoi. Hoi. We hebben net een legendary Mewia gevangen. Oh, okay. Dat is de combinatie van Lugia en Mew. Oh, hey Nick. En we hebben een agressieve versie van Magikarp gevonden. En weer een legendary Pokémon, Articuno! Weet je wat? Ik ga een Articuno... We gaan deze gewoon proberen te vangen en we gaan gewoon kijken wie we een Articuno weg gaan geven. Maar iedereen heeft trouwens al een Articuno. Oké. Okay. Is er iemand die nog geen Articuno heeft? Volgens mij... Ja. Nick, stopcontact. Jij ook al. Ja, Left 4 Dead is in de Steam sale voor mijn 2 euro. Misschien dat we dat nog... 4, sorry. Ja, anders heb je maar de helft. Anders heb je Left 4 Dead 1. Ja. Nee, maar misschien dat we dat eigenlijk nog eventjes kunnen doen in de livestream. Oh, ja hoor. Ik vind het best. Aww. Hey, alles is mogelijk. Hey, kijk, een Bonko. Ja, maar ik heb die game niet. Ja. 4 euro. Ja, maar ik ben aan het sparen voor de evenement. Ja, oké. Okay. Ja. Gezelligheid op evenementen is ook belangrijk. Ja, daarom. En ik moet ook nog een treinkaartje regelen. En ik ga ook nog naar de dingen Stomoplay. Mom! En moederbel weer. Ik ben onderweg naar de Pokémon League. Stop nou eens met bellen! Welke vissen kunnen we hier trouwens eigenlijk vangen? Ik heb hier nog niet staan te vissen. Maar goed, we zijn dus wel weer een evolutie tegengekomen. Alleen helaas hadden we die al. Dit is niet de stem van Nick trouwens. Nee, een evolutie is een evolutie. Nee, maar er werd nou gedacht tot niks een stem te horen was op Skype. Oh, nee. Momenteel alleen jouw stem, mijn stem. Ik ben Erik, Mumee. Hallo Erik. Hallo. Hoi. Hey Robin. Hallo Robin. Hi. Hallo Robin. Hallo. Oh ja, we zijn er tenminste wel weer eentje tegengekomen in de livestream. At least that's something. 30 euro? Is Mario Galaxy nog steeds 30 euro? Denk wel. Huh. Eigenlijk zou Nintendo eens een keertje zoiets moeten hebben als een Steam sale. Nintendo sale. Ja, maar hun verkopen niet heel veel online, toch? Nou, tegenwoordig. Ja, oké, maar... Ik heb Pokémon Card Game, die heb ik gekocht voor de grap in verband met... Ik heb het oorspronkelijke spel op mijn, ja, als cartridge heb ik hem. Maar ik wou hem ook op een 3DS hebben. Op een 3DS was hij ook maar 2,50.
Ja, via de e-shop, ja, oké. Okay. Ja. Is Rotom trouwens ook een legendary? Nee, ongeveer. Oh. Ik dacht wel, maar blijkbaar dus niet. Het is wel een speciale Pokémon, maar hij is niet legendarisch. Wauw, begint er in één keer op tijd te waaien, jongens. En dan moet wel een daar zijn, want hier is het vrij weinig. Oh, hier waait het wel redelijk. Niet hard, maar wel redelijk. Plus goede regen. Hij kan het wel heel eventjes een beetje zo laten zien. Kijk, dit zijn de wolken. Ondersteboven dat wel, maar dat maakt niet echt zoveel uit. Je raakt er ondersteboven van. Ik bedoel, een wolk is een wolk. Dus ja. Oh, het is wel een event Pokémon. Oké. Ja, ja. Dat is wel dat het een event Pokémon was. Bij de andere Pokémon games kun je, ja, die kun je hem niet vangen, maar je kan hem krijgen. Nou, Smikkeltje, ik ben best wel benieuwd hoe jij je Magikarp hebt genoemd. Oh, dat weet ik! En dat zou ik niet zeggen. Ik weet het ook. Als jij je mond open doet, hè? Het ligt dichter bij jou dan je denkt. Als jij het zegt, hè? Misschien Mumee? Ik ga niks zeggen. Nee, dat klopt, want hij is nogal een beetje bang voor mij. Omdat hij me volgende week tegenkomt. En dan ga ik Pokéballs gooien. Nou, dat is ook Mankey, die kun jij wel aan, Liefion. Hallo, vliegtuig. Hallo. Ja. Ja, vakantie volgens mij is begonnen nou. Nee, ik heb sowieso dat ze iets vaker overvliegen inderdaad. Al hoorde ik een paar dagen geleden nog dat er een van de routes afgesloten is van het vliegverkeer. Dus dat de routes iets anders ook liggen. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is, maar dat zou ook wel kunnen verklaren dat er even wat meer vliegtuigen overgaan hier. Ja, ja. Ja? Even kijken, maar volgens mij zat daar een secret bij die Whirlpool, maar dat weet ik niet zeker meer. Hier zit niks, daar komen we vandaan. Maar nog steeds geen één trainer met een Magikarp of Gyarados. Nee. Wacht maar, bij de laatste rijvolgevecht, daar heb ik hem. Volgens mij is dat net voor de Pokémon League. Oh, Red bedoel je? Ik weet eigenlijk niet hoe ver je nu in het spel bent. We zijn richting de Pokémon League aan het gaan. Ah. Misschien een Glancer. Hoi, het Brandon van Amsterdam. Ik hoop dat Red het Magikarp heeft. Dan ga ik lachen. Ja, dan heb je een Magikarp van level 80 of zo namelijk. Ja, en dan level dan 5 Magikarps en een Gyarados of zo. Nou, tot nu toe hebben we maar één Pokémon gehad die één Pokémon trainer die echt een dubbele Pokémon had. Dus ik denk dat die kans extreem klein is. Ja. Ik denk dat de kans groter is dat je een regenboog ziet in een onweersbui waar een bliksembrein komt. Mogelijk. Wacht, hoe weten we dat? Oh ja, hij heeft zoiets gevonden. Nee hoor, hoe kom je daar nou weer bij? YouTube video. Maar op YouTube is alles te vinden. En wie zegt dat ik het zo niet geëdit heb? Weet je wel niet hoe goed hij is geworden met editen door al die video's die hij gemaakt heeft? Ik zit al 8 jaar op YouTube. Joh. Bijna 9.
Dan ben ik trouwens serieus, jongens. Over 2 maanden, iets minder dan 2 maanden, zit ik 9 jaar op YouTube. Ja. Dat is veel. Oké, en hier komen we Moltres tegen. Net kwamen we Articuno tegen, nu zijn we Moltres tegengekomen. Gezellig. Bij een trainer. Oh. Dat kan een probleem worden. En waarom hebben jullie zoveel critical hits? Ze hebben allemaal zo'n soort lam. Nou, het moet toch een uitdaging blijven. Ja. Ja, maar... Het kan altijd een beetje dat gaat regenen. Ja, hier regent het nou ook. Nou, hier zit het zonnetje vol op te schijnen. En bij ons is het ook niet anders. Critical hit! Oké, wat is de volgende die je hebt? Oeh. Een Oddish! Dat is nogal odd. Oddish? Weer is altijd een on-topic. Zeker als ik een Storm Chase video heb gehad, dan praten we altijd... Iedereen die me dan tegenkomt, dan is het dan gelijk zo van... Oh, over die video van jou! Oh, die omweg! Oh, dit! Dus altijd. Dat is gewoon leuk. Ah, ben je te laat dan nooit, NL Gaming Boy? Nee, je bent niet te laat hoor. We zijn pas een uurtje. Uur en 20 minuten zijn we pas live. Doe je het? Dus welkom joh! Hartstikke gezellig! We hebben nog codes genoeg! Zelfs ik ben er nog maar net bij. Ja, daarom. Een Bidoof. Maar ik denk dat we bij de Pokémon League echt serieus flinke problemen gaan krijgen. Nee, joh. Nee. Als er één iemand een Legendary zal hebben, ik denk dat wij in een groot probleem zitten. Hé, hey, graafjes. Jan, die zit hier te graven. Waarom weet ik niet meer? Ik denk dat je er goed doorheen balt. Nou, als ze inderdaad de levels zouden volgen zoals dat ze die normaal zouden volgen. En met de aanvallen die ze konden leren, die ze nou in generatie 6. Dan zou ik er inderdaad makkelijk doorheen walsen. Want dan zouden we al aanvallen hebben zoals bijvoorbeeld Flare Blitz of Leaf Blade. Tenminste zouden we daar al dicht tegenaan zitten. Maar ja, hier is dat helaas niet. Ach joh. Jij bent toch zo'n goede Eevee trainer, jij kan het toch wel? Nou, we zijn al heel ver gekomen, dus ik denk dat we overal wel doorheen walsen, daar niet van. Nee, ik wil jouw nummer niet. Ik word de hele tijd lastig gevallen door mijn moeder en daar word ik al zagrijnig van. Ja. Een fisherman! Ze heeft wel 20.000 voor je opgespaard. Nou, ik ben nou een fisherman tegengekomen. Ja, en ondertussen heeft ze ook 25.000 al uitgegeven. Dat is ook waar. Een fisherman die een Dialga heeft. Tja. Dialga blijft mij stalken. Sinds kort weet je niet meer wat je in het water vindt. Dialga was toch Dragon Steel? Ik geloof alleen Dragon. Ik weet het niet. Ik weet dat hij mij alleen maar blijft stalken. Fairy Tail, wil jij dat zeggen? Nou, ik weet het wel zeker. Oeh, en daar gaat Frostwater. Ach, arme Frostwater. Ja. Oké, dan doen we mijn Ember gebruiken. En... Dieter Dotter 23, bedankt voor de follow! Nice. Gefeliciteerd. Nou, die is ook neer. Echt, trainers met Legendary zijn dodelijk. Clefable! Blech.
Mimee, ik heb je wel gered. Je sprong op de brug. Ik ren naar het water. Doe water in de greepbal en stopte je erin. Waarom typ ik dit allemaal? Waarom niet? De Bruffon, bedankt voor de follow. Je bent geweldig. Yay. Bedankt. Welkom bij de stream. Oh boy, we hebben weer eentje die alleen maar met evasion gaat beginnen. Daar heb ik geen zin in. Strength! En we missen. Oh, en ik word dubbel slaapt. Ik noem het normaal gesproken altijd B slaapt. Oh. Ja, dan weet je al genoeg. Ja. En natuurlijk raakt het 5 keer. Ja hoor. Kom op, critical hit, critical hit. Oeh, bijna. Oh, het kent metronoom. Dit kan interessant worden. Megahorn? Oké. Ik heb het nooit hoor. Al deze Pokémon hebben leren zwemmen, blijkbaar. Tuurlijk. Ja. Is goed om te kunnen zwemmen. Ja. Je weet maar nooit wanneer je ineens in een randomizer zit. Ja, precies. Help mee. Een ninjask. Mij is altijd verteld als je een heel groot insect ziet, dat je dan gewoon een vlammenwerper erop moet doen. Nou ja, helaas kennen we nog geen vlammenwerper, maar Ember werkt goed. Zie? Wacht, je bent level 38 met firepower. En je hebt nog geen vlammenwerper? Nee, die leert hij pas op level niet. Die leert, dan kan het alleen maar via TM leren. Oh. Flame. Thrower. Wat heb je? Ach ja, gelukkig heb ik genoeg revives bij me. En hebben we daar genoeg geld om dus het een en ander te kunnen kopen bij verschillende dingen. Zeker. Even kijken, want we gaan heel eventjes een full heal gebruiken op Aquarium. Dan is die van die burn af. En we gaan dus eventjes wat limonade drinken. Dus... Want mijn team, vergeet niet, we mogen alleen maar de 4 evoluties gebruiken. We mogen de HM-slaven die we dus bij ons hebben, zoals Pieter Post en Barrel Roll, die mogen we niet gebruiken in battle. Ja, die zit nog in zijn PC. Die zit in mijn... Snappy! Ja, die zit nog in de PC. Ik weet trouwens niet of de titel van de stream nou eigenlijk wel klopt. Ik weet niet. Pokémon, Heart, Heart Gold, Soul Silver, Randomizer, Eevee Run. Ja, klopt, oké. Yep. Oh boy, trash. Livion, je bent een defensive ball, hè? Trash is eigenlijk best wel een heel sterke aanval, dus daar moet je voor uitkijken. Maar we zijn een defensive wall, dus we gebruiken gewoon eventjes tot we ons HP even kunnen fixen. En hij confused zichzelf, dat is nog leuker. Maar we maken het af met een mesblad. Mesblad. Staat het trouwens met zo te noemen? Nee. Is goed, tot zo, Spita. Jubo, je moeder is opgestaan uit de dood. Zo, dat is wel heel erg duister. Dat is duister. Dat is heel duister. Kan je trouwens nou nog nieuwe Pokémon tegen of zijn het nog steeds dezelfde? We komen hier nieuwe Pokémon tegen. Wildord, level 32. Illegaal. Ik weet niet of wanneer evolueert dan wel maar precies. Wauw, gaat een balkje snel. Ik zou denken, Wailord, ik dacht level 40.
Ja, dan is hij legaal. Ice Shard. Woehoe. Hoeveel aanval heeft Ice? 40. En Icy Wind? 55. Dus Ice Shard. Nee, oh! Nee, don't give up. Don't give up. Ik wil alleen eventjes weten, wat doet hij nou precies? Never give up. The use of flash freezes en zo. Oh, deze gaat altijd eerst. Gewoon een ijsaanval. Gewoon een ijs. Gewoon een ijsaanval die is eigenlijk gewoon een soort van quick attack is. Dat is fysiek. Ja, nou in. Lekker belangrijk. En weer een ijsaanval erbij. Oké, dus bij dat vorige grasstaf konden we een Articuno vangen en hier kunnen we een mods vangen. Oh ja. Guys, ik ben zo terug. Oké. Tot zo. Dus, kom je ook nog een evolutie tegen? Het zou leuk zijn. Umbreon of zo. Vast niet. De volgende route. Ja, maar waarom pas de volgende route? Ik wil er nou eens tegenkomen. Ik bedoel, de Pokémon League staat voor de deur en ik heb pas 4 Pokémon. Moltres waren we tegengekomen met een trainer battle fairy tale. Dat was geen... hoe heet dat of we hem konden vangen? 4 is meer dan 3. Ja, dat is waar. Oh, ook boy. Zelfs meer dan 2 en 1. Omdat hij niet in het water ligt. Codes die kun je dadelijk vangen. Op het moment dat we een Pokémon een nickname geven, je hebt de leukste nickname, dan kun je misschien een leuke code krijgen. En wou het gebruik waterpols tegen me. Dan ben ik zo bang. Ik weet niet, Wilord neer te halen, dat is op zich best wel handig voor de alle experience die je ervoor krijgt. En aangezien dat we toch nog een beetje moeten levelen. Ik bedoel, vergeet niet, hè, het is wel de Pokémon League die voor de deur staat. Zijn jullie beneden al geweest? Ja, daar hebben we toch die Fisherman gestaan. Ja. Oké, nou eens kijken of we hier nog 1 nieuwe random encounter tegen kunnen komen. Weer een Wilme, Wilord. Nou, sorry hoor, maar Ponyta die hoort normaal gewoon legit in het gras te vinden te zijn. En zou dan het gras ook niet wegbranden. Ik bedoel, als we daar nou echt de logica's in gaan proberen te vinden. Oh god, het doet rest. Oh, lang leven vierde generatie waarin dat de HP-balk zo langzaam leeg en vol gaat. Kun je nagaan als je een Blissey level 100 probeert te verslaan op deze manier. Critical hit! En vergeet niet, we hebben een Torchic, oftewel waterkip, die hebben we gevangen in het water. Yep. Oké, jongens. Heel erg leuk dat je hier een Moltres tegen kan komen, een Ponyta en een Wailord. Maar ik weet zeker dat er nog wel 1 andere extra Pokémon is die we hier tegen kunnen komen. Ik probeer nog 2 random encounters. Porygon 2. You ain't no lucky. Oké, de laatste encounter die we tegenkomen is een... Een Talo. Oh. Nou weet ik niet of er hier nog meer Pokémon... Weet je waar, we gaan gewoon... Als we weer eenzelfde Pokémon tegenkomen, dan gaan we gewoon verder. Ja. Maar we zijn nou een Electrike, dat is weer een nieuwe Pokémon. Oké. Een pastie van de nieuwe Pokémon. Nee, Ponyta zijn we al tegengekomen. Oké, dan gaan we terug. Ja, inderdaad. Wij willen weer een nieuwe teammember. Daar zitten we zeker op te wachten. Want anders krijgen we dadelijk een probleem dat hij zegt van... Ja, als je dan een Magikarp tegenkomt, dan moet je gewoon die Magikarp in je team nemen. Dat moet inderdaad.
Nee. Dat moet wel. Nee. Echt wel. Dit staat toch duidelijk Eevee run? Ja, en? Magikarp is geen Eevee. Ik weet dat jij Magikarp enorm awesome vindt. En dat is hij ook, maar het is nog geen Eevee. Helaas. Oké. Maar ja, we zijn blij dat geen Fiebes is. Ja. Waarom zijn we Fiebes al tegengekomen? Dat het kan. Ik weet ook nog precies. Ik weet ook nog precies op welke route dat we hem tegen zijn gekomen. Dat is het ergste. Ja, en weten jullie nog dat ik het grasveldje daar kapot gebrand heb? Daar vinden we geen Fiebes meer hoor. Nee. Nee, daar weet ik niks van. Wie ben jij? Serieus, ik heb een alibi. Ik had er niks mee te maken. Ik was erbij, ik weet het nog. Ik hoop dat hij in het laatste gevecht een Magikarp zal hebben. Wie weet, we zijn Magikarp nog steeds niet tegengekomen. Maar jullie kunnen wel ondertussen raden wie mijn main evolutie is die ik dus op het moment het meeste gebruik. Dat is echt Leafeon. Zou Mumei in jullie laatste gevecht een Magikarp hebben, vraag ik me af. Ik hoop het al. Ja, dat zei ik net. Daar had ik het net over. Ja, dus? De raarheid van Magikarp en Legendary zijn verwisseld. Ik heb net op mijn telefoon Pokémon Pearl gedownload. Ik heb net op mijn telefoon... En Shiny Magikarp ingespannen. Zo awesome vind ik het. Ja, maar that's illegal, you know. Just saying. Het is mijn eerste evolutie. Ja, dat ook, maar hij is ook heel erg handig. Ik bedoel, Aquarion die is ook heel erg handig. Die met water aanvallen en zo. Maar Glaceon die kent alleen maar Blizzard als een echte sterke aanval. En Flareon die kent alleen als vuuraanval Ember. En die is ook niet echt zo sterk, die aanval. Maar ja, hij kan wel een hele goede strength geven. Dus dat zal wel handig zijn, maar... Jo, ze kunnen alleen Splash. Meen je het? Nou, ze kunnen nog veel meer. Zeker. Dat is fijn. We hebben een expert hebben we gewoon hier in onze call hoor, dus Ja. Op level 5 is geen tackle of zo. Tackle, Flail. Als je naar de move tutor gaat, dan bounce. Nou ja, speciale evenementen hadden zelfs Magikarps die bubbel konden, Dragon Rage en nog een aantal aanvallen. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoor. Een Magikarp die bubbel gebruikt. Ik heb hem met mijn eigen ogen gezien op Animecon. Inderdaad. Ik heb een Mark gezien die een Magikarp sloeg. Ja, die splash was gewoon zo extreem. Dat had ik nooit verwacht. Ja, super. Al moet ik wel zeggen, mijn Magikarp was al aardig uitgeteld op dat moment. Er had niet zo heel veel HP meer over. Nee, even wachten. Nee, op level 15 leren Magikarp tackle. Hoe zit het met Magikarp's revenge? Revenge? Ja, dat is zo'n mythische aanval die... Hij blijkt echt te zijn. Oh, die. Ja. Maar ik heb die niet nodig gehad tot nu toe, dus ja. Oh, bij Magikarp, God of all Pokémon. Eventjes een onderbreking, jongens. Ik word er toch zo moe van dat als een tegenstander Pokémon zo'n 2 tot 5 aanvalbeurt doet, weet je wel? Zo'n aanval die 2 tot 5 keer kan raken. Ja, dat het altijd bij de computer... Altijd heeft de computer... Op zijn minst 5 keer. Soms 4, maar meestal 5. Yep. Dag Bartie boy. Als wij een keertje zo'n aanval willen doen, is het niet meer dan 3. 2. Ik heb het altijd op 2.
In ieder geval, Livion, we gaan toch heel eventjes Aquarion naar vooraan zetten. Want die is pas level 33. En de rest zit allemaal een beetje rond de level 40. Dus ja, jij moet toch echt wel de meeste experience naar binnen gaan krijgen. Doe jij nog eens eventjes healing gratis en voor niks. Dat vind ik eigenlijk wel eng hoe dat zo'n huisje dat doet. Ik bedoel, je ziet nergens zo'n medische tafel die de Pokémon zou healen. Dus ja, hoe doet zij dat? Wil jij eventjes hier uitrusten, kindje? Oeh, je bent wel heel erg lang al onderweg, hè? Zou je eventjes uit willen rusten? Via een emulator, Smikkeltje. Net zoals Stefan nou een emulator spreekt. Robin! Wat? We don't mention E-word in livestreams, thank you. De E-word? Ja, dat gebruiken we niet. Oké. Okay. Fairy Tale niet dat woord gebruiken. Nou, in de chat mogen ze er gewoon over praten, maar ik bedoel, vergeet niet, wij praten. Dit komt op YouTube. Oh. YouTube, jullie hebben niks gehoord. Nee, dat heb ik er weer uitgeknipt. Ja, ja. Ja. Oh. Ja. Shame on you, Robin. Shame. Okay, I'm so sorry. I will never do it again. Hopefully. Bij de volgende livestream. Weet je wat dat is? Dat is... nee, grapje. Je hebt nou toch de... Ja, je hebt nou de experience, ja. Goed zo. Goed. Vaporeon, je hebt best wel enge oogjes. Maar dat maakt niet uit. Ben je wel blij? Oh, je hebt een uitroepteken. Oh, je voelt je vrolijk. Je voelt je refreshed. Fresh. Oh. Nee, jongens. De reden waarom dat we daar niet over praten in de livestream is sowieso... Het is niet de bedoeling dat je daarop speelt. Sowieso. Is de bedoeling dat je... Je kunt er wel... Robin, mag ik even? Nee. Irritantje. Ook voor jou. Het is namelijk... op het moment dat je het hebt, het oorspronkelijke spel... Dan op zich kun je het inderdaad gebruiken zoals wat ik bijvoorbeeld nou een randomizer gebruik. Maar ja, voor eigen gebruik. Ga het niet lopen promoten of iets, want nee. Dat... Gewoon nee. Inderdaad. Mag ik niet weer praten? Misschien. Oké, ik mute mezelf wel. Graag! Ik doe het hoor. Nou, doe het dan. Ja, ik doe het ook. Ik hoor je nog steeds. Ik hoor je nog. Na, 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 na. En dan is hij dadelijk een heel verhaal aan het vertellen. Waarom reageren jullie niet? Jongens? Jongens! Hallo! Jongens! Stop ignoring me! Dus... Wat een rust. Onze welverdiende rust. Mam! Ik zat te genieten van mijn rust! Stop nou eens met bellen! Elke keer weer. Zikkertje zei dat ik mezelf moet onmuten, dus daar ben ik weer. Wie zei dat? Oh, nou, oké, dan niet, Nick. Doei. Wie was dat? Ik word in één keer geen stem. Idee. En de rust is al verbroken, maar belde. Het is altijd iets. Ik vind het eigenlijk best wel gaaf zo, hoor. Die randomizer dat je gewoon zoveel willekeurige Pokémon tegenkomt. Ook bij trainers. Waar is die stem nou weer? Is die nou echt weer... Ik volg het niet meer, jongens. Hallo, rustig aan. Aquarion, die moet experience hebben, ja? Ik hoorde een vis.
vergeet de hele tijd hoe sterk dat Slash eigenlijk wel niet is. Luxray. En hadden we daar maar geen aquarium voor gebruiken. Firepower, die ken jij wel aan. Zeep neem een nieuw nummer, zodat je moeder je niet meer kan bellen. Dan heb je alle rust. Ja, of misschien moet gewoon die gast zich unmuten. Hij protesteert. Objection. Oké, dan mute je jezelf niet. Of unmute je jezelf niet. Blijf maar gemute. Ja, ik wil graag dat hij zich unmute, zegt hij van ik protesteer. Objection. Ja, en het is Objection. Hij zelf je muten. Hij heeft het zelf gedaan. En het is Objection. Ik ben het helemaal mee eens met Smikkeltje. Ik wil niet tot... Nee, ik wil je nummer niet! Ik word plat gebeld door mijn moeder. En ik hoorde een... Het spijt me. Spikkeltje, ze zijn hartstikke lief. Je zijn niet lief. Je bent hartstikke lief. Ik doe niks! Ik doe helemaal niks. Ik doe alleen maar winnen en ik ben nerveus. Ik ben een hartstikke nerveus konijntje. Dankjewel, Fiverr-stem. Komt ook in één keer uit niks. Oké, dus nu komen we bij... Ja hoor, de gate. Hallo. Hallo. Only trainers who have proven themselves may pass. Oh, de 8 badges van Yoto. Pla, alsjeblieft, ga door. Hi, ik ga hierin. Ja, ga naar Mount Silver, maakt er wel uit. Erg sterke Pokémon. Een Eevee? Misschien Magikarp? Ik wil er binnen! Ik wil er binnen! Ik wil er een Magikarp! Hou me niet tegen! Ik wil er een Magikarp! Oké. Okay. Meertje. En we ook niet naar Kanto toe. Wat flauw. Ik ben benieuwd als je tegen iedereen zegt, ja, je mag mijn nummer hebben, hoe word je dan volgespamd? Iedere battle die je doet, na die battle word je gebeld. Oké. Okay. Speciaal voor Nick. Objection. Speciaal voor Nick. Maar goed. Eerste random encounter. Eevee. Tweede plek voor Moltres. Moltres, ga vlieg op. Ja, maar het is in een grot. Heeft nou en? Een ruimte om te vliegen. Ja. De reden waarom dat ik hem nou gewoon surf gebruik is omdat we de experience nodig hebben. Ja. Ik bedoel, vergeet niet, Aquarion is pas level 34. Die heeft echt die experience nodig. Eigenlijk wel. En zeker omdat we nou maar 4 Pokémon hebben. Minder, ja, die 2 Pokémon die meegetekend. Ja, die mogen we niet gebruiken. Ja. Special attack. Goed zo. En Zink was voor special defense. Liefion? Goed zo. Echt veel limonade heb ik nou ook weer niet meer. Nee, die wou ik niet op Liefion gebruiken. Ik wou hem op Aquarion gebruiken. Jullie zijn wel lief omdat Robin een Fire-type trieper is. Zeep gaat een Legendary naar mij vernoemen. En Mumei houdt van Magikarp. Juist. Oh, dus ik ben lief omdat ik een Fire-type trainer ben. Blijkbaar. Ik zou het niet geloven hoor. Ben jij zelf dan ook een Fire-type trainer, Spica? Of Spikkeltje, sorry. Oh mijn god, we komen hier nou Pokémon. Oh god, nee. Nee. Oh, omdat we Pokémon tegenkomen op een hoger level dan ons, kunnen we niet wegrennen. Nick, jou negeren we. Nick, jou negeren we totaal niet, want dat is ook een moderator. Respect voor je moderators, man. Ja. Staat in de regels. Touché. Ik denk dat we dat zwaardje ook maar even weg moeten gaan halen, want ik begin er twijfels te krijgen, Robin. Oh.
Marto98, je bent geweldig, bedankt voor de follow. Welkom bij de stream. Jemig, zit ik in een Nederlandse streamers te browsen, kom ik Zeepie tegen. Hi! Oké dan, Nick. Het spijt me. Het spijt me, vergeef me. Ja, wil je het me vergeven? Het spijt hem zo. Eigenlijk wel. Hoe moest ik hier nou ook alweer verder? Want moest je daar dan over... Nee, ik heb er niet overheen springen. Nee. Moltres, ga nou eens weg! Vlieg op! Nou ja, dat is weer gratis experience voor Aquarium. Nick, ben je het nog? Nick? Nick! Ik zo'n Snake Lager reference. Wegpest. Nee. Ja, dan moeten, dan moeten wij weer jou wegpesten eigenlijk, hè Robin. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Challenge accepted? Nee, die niet. Maar vuurtrainers, oh, vuurtype trainers barsten toch snel uit van woede, omdat ze zo hot-headed zijn. Ja, dat herken ik inderdaad wel, Robin. Ik mag jou heel erg, Nick. Nou, de rest die kijken in de stream, kom gezellig bij hem in het hoekje zitten. Ja, geef hem een knuffel, voelt hij zich vast wel beter. Zeg hallo tegen Wiesing! Weet ik van waarom komt een Wiesing in beeld. Welkom bij het kanaal van Zelda Player 20. Wij pesten mensen weg. Ik zou zoiets nooit doen! Zeg degene die net zei, kom, laten we hem wegpesten. Ja, jij pest Nick weg! Jij begon! Laat maar zitten. Ik zit al. Ja, ik zit ook al. Ik zit ook toevallig. Toevallig? Bij een livestream moet je mij serieus, nooit serieus, serieus nemen. Serieus. Wat is serieus? Serieus? Serieus. Wat is serieus? Serieus? Serieus of serieus? Serieus! Serieus! Ja, echt serieus? Serieus? Nee, serieus? Serieus. Jongens, ik ben verdwaald. Nou, je gaat naar links, dan naar rechts, dan naar onder, dan naar boven. Dan ben je weer op dezelfde plek waar je was. Twitch plays Pokémon! Up, up, down, down. Wat hebben wij gegeten, vraagt Meertje. Ik heb vandaag heerlijk lui tosties gemaakt. Ik heb frietjes gegeten. Van de frietjesboer. Nee, daar had ik je zin in. Ik had echt zin in zo'n ouderwetse lekkere pizza. Nee, geen pizza, maar een tosti. Tosti. Kom ik nou weer bij pizza? Blablabla. Pizza is ook lekker. Een lekker eitje met spek en kaas, dat is ook zeker heel lekker, ja. Inderdaad, dat is ook zeker heel lekker, ja. Gebruik de Konami-code. De Bruffen is terug! Yes! En we kwamen een random Tangela tegen. Daar kunnen wij trouwens heel veel... We kunnen hier een paar itemballs halen, daar ben ik wel blij om. Misschien vinden we nog een extra masterbal. Misschien komen we nog wel een Eevee tegen. Maar ik denk dat we weer op het punt komen tot we dus weer een repel kunnen gaan gebruiken. Want ik kom nou wel heel vaak Scissor tegen. En we hebben geen surf meer. We zijn door onze surf heen.
Nou weet ik niet hoeveel PP Restores items dat ik heb, maar ik denk dat we ze allemaal willen bewaren voor de... Ja... Elite Four. Ja. Ja, ik weet het. We hebben daar geen PP meer voor. Prima, ik zet wel even Firepower in. Nou, we hebben progress gevonden, want ik zag die ladder niet. Ik weet het, is heel dom van mij. Nick, voel je alweer een beetje beter? Hij voelt zich echt schuldig. even kijken, we hebben 3 elixirs, 1 max elixir. En volgens mij hadden we wat Lepa Berries. 2. Ja, dan doe ik toch wel eventjes... we hebben hem de experience check gegeven, dan doe ik wel heel eventjes... Firepower even vooraan zetten. Aha. Het lijkt me handig om daar inderdaad ook dadelijk wel wat revives te kopen. Want het aantal damp rocks die we hebben en hold items die we hebben gevonden is gewoon veel te hoog. Dat helpt zeker soms nog wel eens, Nick. Hallo random Dragonair! Oh. Bam hem! En dan kun je hem ruilen voor die ene Dodrio. Maar is dat dan wel een echte Dodrio? Ik zou zeggen, probeer het uit. Ja, misschien doe ik daar wel even lekker een potje met jou mee zombies knallen. Daar heb ik wel zin in, denk ik. Ja, misschien is dat wel leuk inderdaad. Maar ik denk niet dat ik dat voor de livestream kan doen. Ik denk, we zijn nou zo dicht bij de Elite Four. Ik denk dat iedereen dolgraag richting de Elite Four nou wil. Dat het echt zoiets zou zijn van, Zelda player, serieus. Als jij nou stopt met dit spel te spelen en een ander spel gaat spelen, dan zal ik je. Dan zal ik! Weet je wel, zoiets. En nog doen ook, hè? Ja, dan is het jouw schuld nu. Nee hoor. Jij doet het stop recording. Ik stop de recording niet. Ik wil juist doorgaan hiermee. Ja, oeh, okay. Aurora Beam. Die willen we zeker geven aan... doe maar Quick Attack weg. Oh. Hij heeft tot 10 uur de tijd, dus laat maar weten als je in de tijd komt. Oh, ja, nee, dat red ik niet, want ik wou hierna nog 1 aflevering voor YouTube doen. En dat is ongeveer tot 10 uur. Ja, langer dat dan. Is tot 10 uur. Ja. Dus dat gaat hem helaas niet meer worden dan. Sorry. Blame Robin maar daarvoor. Inderdaad. Omdat ik Nick... Ja. Weet je wel, laat me zitten. Ik zit al! Inderdaad! Ik ga heel eventjes een bottle of repel gebruiken. Ik word echt heel moe van die random encounters nu op het moment. Robin? 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 Robin komt blijkbaar niet als we Robin roepen. Robin! Robin! Kijk, volgens mij moesten we hier wel naar... Ja, daar moesten we volgens mij naartoe. Dan wil ik eerst even die andere kant trouwens nog op. Met al je vragen en problemen en moeilijkheden, ga naar Robin. Hij weet wel raad. En als er iets mis is, bleef Robin! Hallo, Swendigheid. Hé, wie? Wat zegt u? Wat zei je? Ai. Zeg het eens. Serieus, 1 stap zonder repel en gelijk een random encounter. En natuurlijk is het weer die stink, Moltres. Ik weet namelijk niet of dat je dezelfde Pokémon tegenkomt op de tweede verdieping. Volgens mij kom je de andere Pokémon tegen. Hé, hey Robin.
Ik denk dat het andere Pokémon zullen zijn. Ja, daarom wil ik nou geen Repel meer gebruiken. Robin? Robin? Ja? Hé, kijk, daar hebben we weer. Hi, het was jouw schuld. Maar goed, welkom terug. Nee, we moeten iets verzinnen om de stream gezellig te leuk en grappig te houden. Wat? Random Moltres? Wat is deze? Dit is een randomizer! Staat ook in de titel. Pokémon Randomizer. Ergens. Ik ben nieuw op het kanaal van Zelda Player. Het is top. Ja, dankjewel voor zwendigheid. Nee, ze pest mensen. Ik pest helemaal niemand. Wie is die random stem in de... Wie is die random stem in de stream? Kom op, Meertje. Ja, Robin is ook een meisjesnaam. Ja, dat is waar. Dus, waarom... Waarom nou, kom op, Meertje. Meertje kan niks doen. Had het een link naar mij toen en dacht van God, non, bad, bad, bad. Taalgebruik. Ik zei helemaal niks. Heeft hij pauze? Nee, ik ben gewoon hier. Waar? Ben je Magikarp? Oh, Magikarp is mij, hè? Wat? Magikarp? Magikarp? Ja, was ook niet zo erg, toch, Meertje? Ik weet ook wel wat de meisjesnaam is. Hoezo kan ik niet ontsnappen van een level 32? Ik ben level 39. Ga heen. Ga iemand anders pesten. laat op een... Vergeet niet, hij heeft een zwaardje voor zijn naam, hè? Kijk wel uit. Nou, ga ik mensen niet een time-out geven. Goed zo, Robin. Dat is braaf. Maar dan nog, wees er wat liever voor hem. De enige die gemeen tegen hem mogen zijn, ben ik en Erik. We hebben daar een license voor. Toch, Robin? Dat er ook die kunnen zijn. Ik lig nog steeds in de deuk om die Minecraft modded survival serie met Taulus huis. Oh, dat waren Dark Player. Ja. Oh, die explosie. Met mijn vroeger ook een beetje om. Ja, maar die heb ik geen zin om te vangen. Ik wil Third Week? Nee. Gewoon. Nou, goede Pokémon hoor, daar niet wel. Weet je wat ook een goede Pokémon is? Jolteon, ben ik die al tegengekomen? Nee! Oh, Furry Swipes, laten we raden. 5 keer. 2. 3. Oh, maar natuurlijk dan wel een critical hit. Het moet op zijn minste ergens in gecompenseerd worden, ja. Ja. Ik word zo moe van deze beesten. Ik heb geen zin om... Gewoon run. Je bent 7 levels hoger. Met die tornado's, ja dat klopt. Nou, ik werd er gisteren aan herinnerd tot er ook een aflevering was tot... toen wou ik dus dolgraag gaan stormchasen. Ja. Alleen, nee, toen was ik kon niet stormchasen, want ik was met een opname bezig. En in één keer breekt er een onweersbui boven mijn huis los. Ik heb nog nooit zo hard gebaald. Maar ja, in die modded survival ondertussen moet ik wel zeggen... onze huisplek was ook echt wel Tornado Alley op dat moment. Zeker. Maar ik weet niet of ik nog een keertje iets van Modded Survival op mijn kanaal van plan ben om te doen. Ik bedoel, misschien wel dat ik gewoon inderdaad een... Hoi, Keratina. Misschien dat ik inderdaad wel van plan ben om een keertje weer een Modded Survival te doen. Maar of dat multiplayer gaat worden, dat weet ik niet. Denk het niet. Want ja, dan moet je allemaal wel de tijd zitten om op te nemen. En ik wil gewoon weg kunnen rennen.
Die aflevering was ook gewoon geweldig omdat je Zeep zag lijden. Oh, dus als ik lijd, vinden jullie dat leuk? Dankjewel. Ik weet waar ik sta. Oké, okay, moet weer naar beneden, denk ik. Hi. Hi. Nou, volgens mij bedoelt hij... Hi. Nou, in ieder geval, hij typt het als leider, als de leiding nemen. Niet als leider van leedvermaak. Je hebt een punt. Oh! Waarom hebben jullie de hele tijd critical hits? Spica die komt niet meer. Die serie die is al zo lang geweest. Ik denk dat heel veel mensen niet meer goed de afleveringen kunnen herinneren. Klopt, dus ik heb daar mijn tijd niet voor meer om dat te gaan editen. Dus dat. Bij iedereen is het moeilijk om te vluchten. Kijk, dit soort problemen zou ik niet hebben als ik Jolteon zou hebben gehad. Ja. Haha, Heracles is bevroren. Nino, Nino, Nino. Hallo Yellow Yoshi Game. Gezellig. Ik zie dat we trouwens ook al over het uur heen zitten. Dus ik denk dat ik ergens nou nog een opening moet vinden voor de YouTube af te sluiten. Ten eerste ben ik een meisje. Ten tweede, ik bedoel Leiden met lange ei. En ten derde, don't blame my Dutch. Ten vierde, oh, het was mijn favoriete serie. Nou. Oh ja, ik heb Alex laatst nog gezien en gesproken ook. Het was hartstikke gezuik toen ik weer tegenkwam. Maar om, to be fair, echt serieus die eerste Lucky Block. Ja. Yeah. Precies, het is een nacht kloot, joh. Ja, dat. Nee, maar ik weet dus niet of ik inderdaad nog een keer een Modern Survival multiplayer zal gaan doen. Sowieso zit ik nou ook een beetje in een onzekere situatie privé. Hoe dat ik mijn multiplayer op zou moeten nemen, dus... ja. Het is echt eventjes gewoon afvragen en even afwachten, kijken hoe dat het verder gaat. Plus ik heb nog genoeg projecten waar ik op het moment mee bezig ben. Zeker. Oké, okay, Flareon, hier kun je je wraak nou nemen. Gewoon Ember gebruiken, gewoon afbranden die hap. Nou, haha, counter werkt niet, want het was namelijk een special attack en geen fysieke aanval. Haha, Heracles faalt. Nou, je hebt niet echt heel veel gemist, Yoroshi. Ja, we zijn nog een Leafeon tegengekomen. Het is Scorpion. Oh ja. Oh nee, Scorpions, Scorpions. Wist je nog die tijd dat we bang voor die dingen waren? Ja, dat. Lyra, ik wil niet meer je bellen. Voor je het weet kom je in Paris tegen. Ah, ik moet wel zeggen dat ik nou wel een betere weather mod heb gevonden. Die is zeker heel erg gaaf. Dus, maar again, ik weet niet zeker of ik daar dus nog een let's play van zou gaan maken. Maar goed, we zijn in... Nee, ken ik daar... Hier moet ik toch die steen dadelijk doorheen gooien of zo? Oh, hallo Machamp. Hebben we weer een steen die we hier doorheen moeten gooien? Ik weet niet zeker. Jongens, wel een beetje netjes, hè? Volgens mij is daar de uitgang. Bij de uitgang vechten tegen Bumee. Ach, een Froslass. Oh, we komen hier ook een nieuwe Pokémon tegen. Oké, okay, we gaan een klein beetje in overtime, maakt niet uit. Nou, voor deze hele keer dan. Oh boy, we hebben nog 24 HP. Ik denk dat ik eventjes weer dadelijk iets moet gebruiken.
Oké, dit overleef je. Ik weet dat je dit kan overleven. Firepower, firepower. Oké, goed zo. I have power. Nintendo power. Oké, nou laten we maar eventjes onze laatste limonade hebben die we nog... Oh, wacht, we hebben nog calcium. Special attack. Overtime voor YouTube, Yellow Yoshi. Even extra special attack gegeven aan Flareon, dat is ook wel handig. Oh, ik heb geen limonades meer. Wel. Jawel, nog eentje. Nee, nog lang niet. Legendary Zeepekommena. ik zie hier wel heel veel gaat. De middelste? Ik denk deze of de middelste. Ik ga voor de middelste. Bij twijfel ga voor de middelste. En kom random een Rion tegen. Zou leuk zijn. De blauwe lijn, de groene lijn of de rode lijn. Welke is het? De goeie. Het is? Niet de verkeerde. Maar? De goeie. En? Niet de verkeerde. Dus? Ja, dat zeg ik. Hij heeft toch constant de conclusie gegeven, dus wat nou dus? Ja, er is geen dus. Dus. Dus? Dus. Omnius win. Oh ja, Frostless is ook een spooktype. Oh, ik ben echt dom. Dit gaat niet goed. Jongens. De enigste health items die ik nog heb zijn mijn hyper potions. En die wil ik pas gebruiken in de Pokémon League. Dat wel, je moet daar tegen Erik vechten. Ook nog eens. Ik ga je gewoon de middelste nemen, YOLO it. En het was de goeie. Ik vind op zijn minst dat je nu een gevecht tegen mij moet doen zonder. In je eerste gevecht gebruikt hij al potions. Ja, maar jij gebruikt een hele valse Pokémon. Die ik jou zelf had aangeraden. Ja, maar de meerderheid die koos. En dan moet je dat luisteren. Dat zijn Twitch-regels. Ja. Ja, dus? Ja, daarom. Toch? Oh, we zitten echt in overtijd, jongens. Oh boy. Ik weet nog niet eens waar dat die komt. Dat is het ergste. Hi, Growlithe. Net bij de uitgang. Als je voor de uitgang staat, zo ongeveer, dan komt die. Nou, dan gaan we toch maar even een paar hyper potions gebruiken. Want ik weet dat hij daar een volledig team van 6 heeft. Oh ja, wacht, heeft hij nut. Jij kan geen surfen op het moment. Oké. Wij gaan gewoon eventjes hyper potions gebruiken. Op Aquarion. En op Firepower. Ja, dat hopen we, Spica. En ik ga ook, denk ik, een Lepaberry gebruiken. Voor de PP. Voor Surf. De PP. En ik ga hem hier afsluiten voor YouTube. Dus YouTube, heb je nou een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar tijd voor hebt, wil je een keertje bij de livestream aanwezig zijn. Dan kun je dan klikken op de link naar de Twitch toe. En dan kun je op follow klikken. En dan op het moment dat wij live zijn, dan kun je natuurlijk een melding krijgen. Mits je notificatie wel hebt aanstaan. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie een hele fijne dag. En ik weet jullie allemaal te zien bij een volgende video. En ik haal alle woorden door elkaar heen. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doei.